Yo Nintendo fans! In de vorige video heb je kunnen zien hoe we een bizarre baas versloegen met de hulp van Bowser. En Bowser die zegt, ja, ik ga met jullie mee hè, als aanvoerder, dat willen jullie graag. En Beepo die zegt dus nu, ja dag, maakt niet uit hoe weinig kans we hebben zonder jou. Toch Mario? En Mario die staat een beetje zo, van gaan we dit doen? Nou Mario, zeg het maar. Doe jij ondertussen je duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Want Mario die weet het blijkbaar niet. Maar ik weet wel dat YouTube het heel leuk vindt als jij op het duimpje en de abonneerknop drukt. En wie weet halen we dan binnenkort de 80.000 abonnees wel. 80.000. Bowser, ah, geen paniek. Ik beloof dat ik jullie niet plet voordat ik Gezela heb gemapt en het sterrenstelsel heb heroverd. Oké, dat is vrij ambitieus. Nadat je Gezela hebt gemapt, dan ga je ons wel pletten of wat? Nou, Genie, die zegt we hebben nu genoeg gezuiverde duisternis-energie voor een nieuwe teleportatietunnel naar Terra Flora. Oftewel, we kunnen weer naar een nieuw planeetje. Maar we moeten Grauwerhof ook nog wel helpen. Ja, dat snap ik. Oh, kijk, ja, Bowser die is erbij, hoor. Ja, die zit gewoon bij het teampie nu. Hoppakee, even al deze spark-energy pakken. En even alle kristalletjes natuurlijk aanzetten. Wat kan Bowser allemaal, joh? Bij de eerste landing veroorzaakt Bowser gebiedsschade. Oh, dat is chill. Makkelijk om Goomba's of zo uit te schakelen, ja. En de Mecha Koopas, die worden natuurlijk steeds beter. Oké, cool, cool. Eigenlijk moeten we nu met Bowser en Mario in het team natuurlijk. Dus ik ga Rabbit Mario even vervangen met Mario. Ja, en Rabbit Peach, die moet er gewoon in blijven. Even kijken. De Sparkies van Rabbit Mario gaan nu naar Mario toe. Alhoewel ik wel een beetje twijfel over deze Pyrogeddon Spark. Want die maakt heel het gebied elke keer kapot. Dat vind ik lastig. Ik ga dan gewoon denk ik voor de Pyroster. Ik snap dat we nog veel te doen hebben hier op deze planeet. Maar ik wil eigenlijk gewoon door. Want zoals gezegd kunnen we naar Terra Flora. Oeh, dat ziet er wel uit. Dat is een cool planeetje. We moeten hier eigenlijk level 18 zijn. We gaan gewoon. Ik denk dat wij dit kunnen. Blijkbaar is dit een heel mooi planeetje. Er is iets dat heet de Immerbloeiboom. We kunnen er niet landen bij die boom door de barrière van de duisternis-energie. En Beepo die vraagt, ja Edge, misschien weet jij wel een maniertje. Hallo Edge. Beepo die zegt, jij kent Bedrock. En je kent Midnight, de twee bazen die we tot nu toe al verslagen hebben. Er is iets wat je niet wil vertellen. Heb ik gelijk. Zelfs als dat zo was, dan is dat mijn zaak. En jullie willen niet op mijn zaken jullie zaken worden. Begrepen? Oh, ja, waarom ben jij hier eigenlijk, Edge? Vertel wat meer over jouw zaken dan. Ik wil je leren kennen, toch? En we moeten elkaar een beetje vertrouwen. Kijk, het is nu ook echt zo awkward stil daar. Nou, we gaan blijkbaar toch gewoon landen. Maar niet in de buurt van die boom, maar ergens anders. Oh, wat is dit? Oh, kijk. Hier zien we Midnight en Bedrock. Die zich moeten verantwoorden voor Gezela, denk ik. Omdat ze hebben verloren. Ja. Arme Midnight en arme Bedrock. Gezela is boos. En deze heeft gewoon wat Sparkies gecaptured, gevangen. Wie is dat? Laat de Sparks met rust. Nee, Gezela. Niet doen. Oh, snap. Oh, nee. No. Kijk, zij zijn het er niet echt meer mee eens, hè? Zij zijn het er niet mee eens. Oh. Nee. Niet de Sparks kapot maken, hè? Kijk nou. Heb je nou gewoon de energie gekopieerd of zo van de Sparks? Of wat ben je aan het doen, Gezela? Wat ben jij aan het doen? Oh my god. Opeens een rood oog. Nee! Laat ze... Die Sparks zijn toch veel te schattig om kapot te maken, jongens. Ze worden geabsorbeerd of zo? Ja, man. Oh my gosh. Oh my gosh. Heb jij trouwens maar één oog? En ben je boos? Je bent boos, hè? Wat? Dus zo ga je met mensen om die niet doen wat je vraagt. Ze krijgen echt een keiharde klap en die derde choppy rabbit, die denkt van ja, ik vind het wel mooi. Ik heb zo'n voorgevoel dat we tegen die derde ook een keer moeten vechten. Ondertussen komen we aan op de planeet. Ziet het tot nu toe best wel mooi en kleurrijk uit. Alles lijkt hier redelijk goed te gaan. Het ziet er eigenlijk best vrolijk uit. Wat is hier dan aan de hand? Ja, ik zie daar wel wat duister mis. Oh! Hebben ze een achtbaan hier? Ja, er zit toch wel overal meuk. Wat is er met die achtbaan? Er zit allemaal meuk op die achtbaan. Of is die achtbaan gemaakt van die meuk? Ik heb zoveel vragen. Nou, daar zijn we dan hoor. Met z'n drietjes. De flora op Terra Flora kwijnt weg, zegt Genie. Rabbit Peach zegt, het ziet er keurig uit.
En ik krijg echt vaak boeketten van deze planeet. Er dreigt een grote droogte. Terra Flora's beroemde watervulkaan, de Gutsberg, is inactief geworden. Oh, oké, dus we moeten naar de Gutsberg. Hallo, meneer de hond. Welke weergaloze schoonheid kwelt mij met zielverterend vuur. Meepo zegt, ja, dat is Genie, onze kunstmatige intelligentie en de piloot en systeemmanager van ons schip. En ik ben... Boeit hem niet. Meepo wordt weer eens onderbroken. Sullivan is dit blijkbaar. En die zegt, bedoel je te zeggen dat je dit arme wezen gebonden hebt aan deze vliegende onbeschaamdheid? Welk wreed onrecht ligt daaraan ten grondslag? Wie ben jij? Oh, je bent geen hond. Je bent ook gewoon een rabbit. Genie die geniet eigenlijk wel van de taken. En Sullivan zegt, sorry. Ik ben Sullivan, hoofdmachinist van de Wiggler Express Spoorweg. Nou, het ziet er niet goed uit, die spoorweg. Misschien moet je wat meer onderhoud gaan plegen. Het zit helemaal onder de meuk, vriend. Ik zou je heel graag de superioriteit van stoom bewijzen, maar ik heb een piepklein probleempje op de rails. Joh, dat had ik nog niet gezien. Kijk, zie je? Gaat niet goed, hè? Als de twijgbruggen die naar mijn trein leiden niet verwelkt waren door droogte, zou ik dat beest platwalsen en de Gutsberg zo bereiken. Ja, doe maar stoer. Feitelijk wil je gewoon vragen of we jou gaan helpen, toch? We moeten naar de immerbloeiboom. Dat is nogal een eindje lopen, trouwens. Of kunnen we onszelf gewoon lekker afschieten? Oké, maar wat ik zei, we gaan het kanon in. Let's go, Bowser. Ik zie hier een Goomba. We gaan deze Goomba pakken. We moeten even wat hoger level worden. Deze Goomba is level 18. En volgens mij zijn wij level 16. Lekker. Zijn we nu ook gelijk level 18? Oh, we krijgen echt bijna geen XP hiervoor. Nee dus. Oh, we moeten hier langs. We moeten naar die boom. Maar we moeten eerst dit doen. Woeste aantrekkingskracht. Oeh, hier zijn nieuwe vijanden. Wie zijn dit? Ik denk dat dit wel een probleempje kan zijn. Er staan allemaal tonnen met water trouwens ook overal. We moeten iedereen hier verslaan. Eerst maar eens even kijken. Ze zijn zwak tegen slijm. Ze vallen de dichtstbijzijnde tegenstander aan met gebiedsaanvallen die grote schade aanrichten. En als de dichtstbijzijnde tegenstander niet binnen bereik is, wordt de aantrekkingskracht gebruikt. Oef. Ik weet niet zo goed of we nou een goed team hiervoor hebben, jongens. Eerst eens even tackelen. Kan Bowser twee keer tackelen? Nee. Mario kan dat wel. Die kan wel twee keer tackelen. Oh nee, die kan dat ook niet. Oké, interessant dit. Ik ga denk ik eventjes gewoon een beetje weg. Rabbit Peach kan wel eventjes gewoon heel hard op die ton schieten blijkbaar. En die ontploft dan. Oh, kijk. Bowser gaat er ook voor met de bazooka. Nice. Oh, dan wordt hij nog verder weggeknald. Ik denk dat het best een goed plan is om iedereen gewoon lekker bij mij in de buurt te laten komen. Hoppakee, dubbel zappertje erop. Wordt hij nog verder weggeknald? Is hij nou kapot? Nog steeds niet. Oké, maakt niet uit, maakt niet uit. Ik ga ook gelijk de Rabbit Max weer oproepen, want die bevallen me wel. En dan krijgt de tegenstander de beurt. We gaan eens even kijken. Ik ben hier een beetje lekker in het hoekje gaan staan. Even kijken, even zo'n beetje bij mij uit de buurt halen, al die vijanden. Deze maken we nu kapot. Dat is nummer 1. Maar kijk hoeveel klappen ze nodig hebben. Hè? Echt veel klappen. De bedoeling is dat ze mij gewoon niet te veel raken, denk ik. Oké, deze gaat op de Max schieten. Op zich prima hoor, want dat betekent dat ze niet op mij gaan schieten. Zijn er zoveel, joh. Jij gaat zeker ook op een Mackie schieten. Ja, dat dacht ik al. Oké, ik ga ietsje dichterbij proberen te komen met Bowser. Zet ik de elektrokracht aan en dan ga ik vanaf hier schieten. Ik ga denk op die ton schieten gewoon. Want dan gaat iedereen daar ontploffen. Nice. We gaan proberen ietsje dichterbij te komen. We kunnen deze kapot maken. Dat gaan we gelijk doen. En dan gaan we daarna nog op die andere chop schieten. Poei. Kijk, die vliegt ook weg. Die vliegt er buiten het gebied. Ah, dat gaat best wel aardig zo. Misschien is het idee om met Rabbit Peach even achter deze buis te gaan staan. En dan gaan we die guy die daar in de buurt staat, die gaan we eens even lekker bevriezen. Als die nog niet kapot is, dan kan die als het goed is nu niet lopen. En dat is wel fijn. Oké, tegenstanders de beurt. Ja, jij kan niks doen nu. Jij kan een klein beetje naar beneden. Tot nu toe kunnen ze me nog niet echt raken. Ik ben wel tevreden over hoe deze battle tot nu toe gaat. Alleen Mario moet nu wel even oppassen van deze snipermannetjes. Ja, dat is vervelend. Ik ga niet liegen. Dat is wel vervelend. Ja, die wordt niet geraakt. Cool. Oké, wij zijn weer aan de beurt. Misschien moeten we eerst maar eens voor die snipermannetjes gaan. Ik ga in ieder geval mijn Max op ze loslaten. Ik ben benieuwd waar ze allemaal naartoe gaan. Ja, top. Ze gaan hier naar boven. Dan gaan ze lekker voor hun. Dit is top. Dit is precies wat ik wilde. Helemaal super. Maak ze maar kapot. Zou Mario ze kunnen slopen? Volgens mij wel. Mario kan ze denk ik allebei kapot maken. Ja, lekker. Ik denk nog steeds dat het een prima plan is als wij gewoon een beetje gaan schuilen. En ze een beetje op ons af laten komen. Let's go, Bowser! Lekker dit. Ja, Rabbit Peach heeft alleen niet echt een plek om te schuilen nu. Dit is wel vervelend. Waar gaan we naartoe, hè? Weet je wat? We kunnen ook alvast hier omhoog gaan. Dan gaan we naar dit platformpje. Dan gaan we aan de achterkant van dit blokje schuilen. En dan gaan we hier op dit vat schieten. Boom! Buiten het gebied. Heerlijk. Dit was top. De tegenstander krijgt de beurt. Wat gaan jullie doen, vrolijke vrienden? Want we zijn jullie tot nu toe aardig hard aan het slopen. Oké, Rabbit Peach heeft een probleem. Die heeft een probleem. 1025. Oef.
Oh, jij kan naar boven. Waar ga je? Oh, ik dacht even dat hij naar boven ging komen. No. Oké, ik heb te vroeg gejuicht. Jongens. Oh, nee. Mario wordt kapot gemaakt. Nee! Oké, deze moet kapot getackled worden. Deze gaan we ook even tackelen. We moeten ons terugtrekken, Bowser. Let's go. Ik ga even hier landen, want dan heal ik jou ook een beetje. En dan ga ik hier staan. Oh, top. No! Of kan Bowser... Ja, ik kan met Bowser nog, denk ik, wel een teamsprong doen. Ja, lekker. Oké, terugtrekken, Bowser. Terugtrekken. Oké, healen sowieso. En dan kan ik eigenlijk niks anders doen dan alleen maar schieten. Dus dat gaan we doen. Oké, tegenstanders krijgen de beurt. Ik denk dat ze... Nee. Oh, hij kan het niet naar zich toe roepen. Deze ook niet. Lekker. Misschien kunnen ze dat gewoon niet iedere beurt doen. Hier, ik roep mijn Max. Pak ze! En willen jullie alsjeblieft een klein beetje achteruit? Ik ga mijn Luma gebruiken, jongens. Wegwezen. Windvlaag. Opzouten. Oh nee! Die ene bounced helemaal terug. Nou ja, maakt eigenlijk ook niet uit. Ik kan hem denk ik tackelen. Wat ze flats. Oké, Rabbit Peach. Jij ook voor die tackle? Nice. Dan ga ik deze enemy erachter slopen, want die is het ook de hele tijd irritant te schieten. En ik ga even een beschermingje doen voor de zekerheid. Oké, sorry Mario. Sorry dat ik je kapot heb laten gaan, vriend. Dus er nog maar eentje over. En daar is het nu ook afgelopen mee. Tenminste, dan mag ik hopen. Dan mag ik hopen. Met je hoofd. Ja, zeker wel. Zeker wel. Ah, ja, ik had toch even leveltje hoger moeten zijn. Dat was toch best wel lastig. We gebruiken ook één keer Mario en Mario ging gelijk kapot. Ja, ik ben toch meer fan van Edge, denk ik, dan van Mario, jongens. Laat even weten in de comments. Vinden jullie dat Mario in mijn team moet? Of moet iemand anders in mijn team? Ah, en we zijn bij de boom. Ja hoor. Dit is blijkbaar de allermooiste boom van heel het spel. Een of andere spookstem vraagt, wie ben jij? Dat is de geest van de immerbloeiboom. Wow. Heel freaky. En Bipo die zegt tegen de geest van de boom, we willen alleen maar helpen. Kom naar binnen en ga naar de bovenste takken. Ik zie jullie zo, indien jullie waardig zijn. Natuurlijk, grote geest van de immerbloei. Dank je, je zult er geen spijt van krijgen. En we moeten onze voeten vegen. Yo, maar ik ben wel benieuwd, man. Wat gebeurt er dan als we hier naar binnen gaan? Ik hoor... Dikke spoken, jongen. Oh, hier zijn weer super vette tekeningen, muurschilderingen. Bipo zegt, is de wachter hier Liedebij? Dat is de Liedebij. De geliefde zangeres die alles achterliet om biologische boerin te worden. Oh, dat is waarschijnlijk de geest van deze boom. Ja, het is een zangeres inderdaad. Oké. Ik ben heel benieuwd wat hier dan gaat gebeuren. We kunnen hier natuurlijk een bruggetje bouwen. En dan moeten we hier doorheen. En kunnen we dit weghalen ofzo? Nee, kunnen we hier iets mee met deze stenen? Wat is dit allemaal, jongen? We moeten hier echt een goede puzzel op gaan lossen, denk ik. Kunnen we hier ergens een trap maken of zo? Ja, hier kunnen we een trap maken. Liedebij ontsloeg haar manager en maakte een experimenteel album. Geheel onder water opgenomen. Oh, dat wil ik horen. Wat is dit voor muur? Deze muur moet kapot. Maar wat kunnen we hiermee dan? Oh, krijgen we hints of zo? Oh, kijk, ja. Hier hebben we weer een trap. Of een brug? Juist. Kijk, en hier hebben we in ieder geval deze kristal. Ja, dit gaat goed komen. Ik zal je laten zien dat ik waardig ben, denkt Bowser. Deze moet hierin. Dan gaan die weg. Dan kunnen we door die buis heen. Rennen, Bowser! Gaan we eens even kijken wat hier allemaal te vinden is. Hier is het andere blokje, bolletje. Top, en die hebben we dan ook nodig. Dan kunnen we door. En dan gaat deze hierin. Dan kunnen we hier doorheen. Dat is een flinke boom, jongens, dit. Man, ik wist niet dat bomen van binnen zo groot konden zijn. Liedebij is een overlever. Nu haar zangcarrière voorbij is, heeft ze zich teruggetrokken op Terra Flora. En is een nieuwe leven begonnen als biologische boerin. Maar gelukkig hebben we haar albums nog om naar haar prachtige stem te genieten. Ik vraag me wel een beetje af of ze ook echt goed kan zingen. Want de recensies waren er allemaal niet even goed, blijkbaar. Dit symbool is op de een of andere manier belangrijk. Ik weet het zeker. Oh, dit kunnen we aan- en uitzetten. We hebben hier een battletje. Moeten weer alle vijanden verslaan. En ik ga Mario er even uithalen, want die is bijna kapot, joh. Let's go, Rabbit Mario. Je bent weer terug. We hebben schokschade nodig tegen de vloedgezel. We hebben heel veel schokschade nodig, zo te zien. Oh, maar Rabbit Mario, die is ook niet helemaal full HP. Wacht, dan gaan we voor Rabbit Luigi. Ja, en we hebben flinke schokschade nodig, jongens. Dus dat gaan we doen. Iedereen vol op de schokschade. Deze gelijk even naar level 2 brengen. Ik denk dat deze sowieso al nice is. Dus ik ga deze ook gelijk naar level 3 gooien. Deze geeft namelijk meteorieten met het schok-effect. Dus dat is heel nice. Ze zijn wel allemaal heel erg verstopt nog, hoor. Jeetje. Als ze helemaal hier kunnen komen en die schokschade kunnen doen. Hè? Dat zou heel sick zijn. Ik ga in ieder geval met Bowser ervoor zorgen dat iedereen schokschade kan doen. Let's go, teamsprong. Go, 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 go. En dan hier straks schuilen. Nice. Kijk, 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 kijk. We gaan er in ieder geval 3 raken nu. Let's go, meteorietenregen met schokschade. Hotse vlots.
Alle koffer is trouwens wel helemaal weg hierboven. Zo, dit was wel sterk, gek. Kan alleen echt totaal niet meer schuilen nu. Ik wist niet dat dit alle steentjes ook weg zou halen. Oké, let's go, Bowser. Let's go. Jij gaat lekker hier achter chillen, denk ik. Top. Nice. Shoot him! Zo. En nog meer tikjes erbovenop. Dan ga ik maar in het midden staan met Rabbit Luigi. Hopelijk kan hij dan niet geraakt worden. Zo te zien kan hij inderdaad niet geraakt worden vanaf daar. Ja, Bowser wel. Dat is een beetje jammer. Alleen Bowser kan geraakt worden. 1 keer ook slechts. Oké. Oh, ik bedoel 2 keer, sorry. Bowser, let's go! Team Sprong! Maak ze kapot! Lekker dit. Dan gaan we de Max gewoon eruit gooien. Eens even kijken hoeveel damage die gaan doen. 1, 2 en 3. Ja. En dan kunnen we ook niet meer schuilen, hè? Deze tackelen we in ieder geval kapot. Oh, dan kan ik weer niet schuilen, jongens. Ja, of deze vijand moet even gesloopt worden. We gaan Bowser in ieder geval healen. Even kijken of dit gaat lukken, hoor. Ik ben bang dat we hem nog niet down krijgen. Oh my gosh, die gaat ook gelijk weer terug aanvallen. Wat zijn die irritant. Kan jou er natuurlijk wel gewoon afgooien. Wat ziek idee, wegwezen. Jij moet kapot, anders heb ik een probleem. En je zal kapot gaan. Maakt niet uit hoeveel aanvallen ik nodig heb. Wegwezen. Dan kan Bowser tenminste schuilen. Oké, tegenstanders. Wat gaan jullie doen? Jullie staan allemaal een beetje daar aan de andere kant te chillen. Ja, jullie willen niet, hè? Jullie zijn een beetje bang. Ja, ze zijn bang. Ze zijn bang met z'n vieren. Oh, wacht. Er komen er nog 2 bij. Moeten er 8 verslaan in totaal. Rabbit Peach kan even rustig naar boven. Die kan lekker vanaf hier straks gaan aanvallen. Zet ik de elektriciteitskrachten aan. En dan pakken we die daar op het randje. Oh, ja. Ja, kijk, ze hebben wel allemaal nu damage. Let's go. Team Sprong met Bowser. En schieten. Boom. En Rabbit Luigi kan er ook eentje verslaan nu. Want die heeft natuurlijk die soort van boomerang-achtige ding. En dan doen we even het effect. Met Rabbit Luigi. Die gaat breakdance. En er zorgt ervoor dat de speciale krachten van de tegenstanders het niet meer doen. En nu, wat gaan jullie nu doen? Ja, jullie gaan nu zeker vol op Bowser. Niet chill. Niet chill. Stop. Stop hiermee. Stop hiermee. Oh my gosh, ze plempen Bowser allemaal het gebied uit. Wat vervelend. Gaan jullie maar lekker naar achteren. Goed zo. Daar doen jullie niks. Top. Nog meer? Oké, de volgende beurt moeten we klaar zijn, hoor. Er komt er gewoon nog 1. 4 vijanden erbij in 1 beurt. Oké, we moeten er nog 2 verslaan. Dat gaat sowieso wel lukken. Toch? Tackle. Beestjes. Wat ze vlots. Ja, lekker. En nog 1. Moeten er nu nog 1 verslaan? Ja, dit gaat goed komen. Dat word jij, vriend. Dat word jij. Oh nee, ik vergeet het elke keer. Ik vergeet het echt elke keer. Weet je, dan word jij het gewoon. Of jullie allebei. Dan ga ik het gewoon nu laten regenen. Elektriciteitsmeteorieten, jongen. Wegwezen. Klaar nu. Oké dan. Hey. Is dit Oom Fant? Dit is Oom Fant volgens mij uit Mario Rabbids 1. Die ging ook allemaal liedjes zingen. Helaas was het Fantoom haar co-presentator. Ze probeerden elkaar steeds te overtroeven, waardoor ze allebei hun stem verpesten. Oké, ja, het gaat echt niet best met de zangers en zangeressen in de Mario Rabbids game, hoor. Eens eventjes kijken waar we naartoe gebracht worden, hoor. Hey, we vinden hier een item. Wat is hier beneden trouwens? Ik zie daar een beestje. Daar rechtsonder. Het is een soort van mol of zo. Die heeft er allemaal leuke items, joh. What the freak? Hallo? Ja hoor, ben ik halverwege de boom. Vergeet ik wat ik ook weer kwam doen. Handig, vriend. Heel handig. Heel handig. Ik kom in ieder geval deze bruggen aanzetten, zodat ik allemaal naar de overkant kan. Deze deur even openmaken. De blokje weghalen. Ja, het is een flinke puzzel zo. Gezela haat schoonheid. Daarom heeft ze ervoor gezorgd dat onze bloemen niet kunnen bloeien. Ja, zo is zij. Zo is Gezela. En dan kunnen we door. Wat? Hier staat gewoon een kauwgomballenautomaat of zo. Super random. Oeh, en hier moeten we naartoe, jongens. Volgens mij redden we de boom als we deze battle hebben gedaan. En zou Liedebij dan ook gewoon even langskomen? Dat zou leuk zijn. Ik ben benieuwd naar wie ze is en hoe goed ze kan zingen. Ik heb er niet heel veel vertrouwen in, maar het wordt wel leuk. En als jij het ook leuk vindt, duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren voor de volgende aflevering. En dan zie ik je gewoon daar. Mazzel!